Ik sta op het moment in de vesting op de Kattenhagenstraat. Achter mij zien jullie nummer 2022, twee huisnummers voor een prachtig huis. Rijksmonument. Wat opvallend is, is de gevel, de halsgevel met de rococo ornamenten. Gebouwd rond 1700 en het huis is recentelijk gerenoveerd. En ik zou jullie graag willen meenemen in een korte rondleiding door het huis. Lopen jullie met me mee? Nou, binnen is het de temperatuur beter dan buiten. We staan gelijk binnen. Met achter mij het grote raam. Wat je vanaf de straatkant al zag. Aan beide kanten een deur. Op dit moment wordt eigenlijk alleen die deur gebruikt. Maar daaraan herken je dat het huis dus ook in twee is verdeeld geweest. Op de begane grond heeft lange tijd een winkel gezeten. Een zuivelwinkel. En daar was hier de toegang en aan deze kant was de toegang met een trapopgang naar de bovenwoning. Nou, aan de voorkant van het huis hebben ze op dit moment de zitkamer gecreëerd. Met een grote schouw en een leuk gezellige straalkachel. En het fijne van dit huis is dat het een enorme woonoppervlakte heeft. 185 vierkante meter woonoppervlakte ingemeten. Met een enorme uitbouw aan de achterkant. Nou, hier staan we aan de achterkant van het huis. Dit is een uitbouw. Uitbouw van bijna 7,5 meter diep. Plat dak, dus zou je meer licht willen, is het natuurlijk een idee om hier een mooie lichtstraat toe te passen. Nou, hier de keuken. Half afgesloten door middel van deze bar. Waar je heerlijk aan kan zitten voor een snel ontbijtje. En de deur naar de geweldige achtertuin. Nou, de tuin is heel bijzonder voor vestingbegrippen. Prima maatvoering, goed op de zon. Het draait gedurende de dag tot in de avond om het huis heen. En via een poort heb je nog een achterom om naar de openbare weg te komen. Hier zijn we op de eerste verdieping met een riante slaapkamer. Aansluitend een inloopkast en achter mij de toegang tot de badkamer. En zeker niet te vergeten, prachtig uitzicht naar de grote kerk van Naarden. De badkamer is ook ruim. Heeft een wastafelmeubel, douche, toilet, lichtbad. En dubbele deuren naar het terras. Hier zijn we op de tweede verdieping van het huis. Eén grote ruimte met een raam voor en een raam achter. Geïsoleerde kap. En aan de voorkant kijk je weer fantastisch uit over de daken van Naardenvesting. Als je goed hebt meegeteld, dan heb je geconstateerd dat het huis op dit moment twee slaapkamers heeft. Eentje op de eerste verdieping en eentje op de verdieping waar ik nu zit. We zijn met een architect het huis in geweest en we hebben gevraagd of hij mogelijkheden ziet om hier vier of misschien wel vijf slaapkamers te creëren. Die mogelijkheden die zijn er zeker. De architect heeft een mooi plannetje daarvoor gemaakt, schetsen gemaakt en die hebben wij op kantoor ter inzage. Dus mocht je daar nou geïnteresseerd in zijn, neem contact met ons op. Dit was een korte rondleiding van het huis aan de Kattenhagenstraat 2022 in Naardenvesting. Ik hoop dat jullie op deze manier een goede indruk hebben gekregen van dit huis, de ruimte die het huis te bieden heeft, de mogelijkheden die het huis heeft. Ben je nou benieuwd naar al die informatie over het huis, plattegronden, maar ook de impressie die de architect heeft gemaakt? Kijk dan op de site kattenhagenstraat20-22.nl.
of bel met ons kantoor, kijk op onze website, daar vind je alle informatie terug. Dank voor het kijken.